denk dat het een goed moment is voor Suriname. As we speak, ik heb net mijn presentatie gehouden. En ik denk dat het een goed moment is voor Suriname om te showcasen waar wij staan op dit moment. Wat is de status van ons energielandschap? Dat proberen we dan ook te doen. Wat is allemaal gebeurd na die editie van vorig jaar? Ik weet dat heel veel mensen focussen op FID in Q4 van dit jaar. Heel belangrijk. En we zien dat er steeds meer belangstelling is voor Suriname. En als we kijken naar het aantal participanten uit de regio, ook internationaal. Niet alleen om deel te nemen aan die summit, maar ook aan de exhibition. Heel veel belangstelling dus. Dat is wat we willen doen. De positie van Suriname delen met de internationale gemeenschap. Maar wij willen ook dit moment gebruiken om goede afspraken te kunnen maken, goed te kunnen netwerken. En allemaal in het belang van de ontwikkeling van onze olie en gas, onze energiesector. Vanmorgen weer het belang benadrukt van de ontwikkeling van local content in Suriname. Op welke manier kunnen onze bedrijven zo goed als mogelijk participeren, een broodje verdienen aan de ontwikkeling van offshore oil en gas. Wij ondersteunen onze bedrijven, we bieden ze de juiste trainingen aan, waarop wij focussen aan de voorwaarden, want je bedrijf. Jouw bedrijf zal wel moeten voldoen aan een set van basisstandaarden om te kunnen participeren. Dat alles proberen we onze bedrijven mee te brengen. Wij blijven ook niet zitten op het gebied van arbeid. Een workforce proberen we voor te bereiden om straks een job, een baan te kunnen vinden in die offshore oil en gas. Het vervolgprogramma van Natin is heel belangrijk in deze. Maar ook als we kijken naar de samenwerking met het Natin zelf op het gebied van curriculumontwikkeling, maar ook op het gebied van het ondersteunen van het technisch gedeelte van het onderwijs. Bijvoorbeeld materiaal voor de practicumlokalen of voor het lab. Dat zijn allemaal zaken die we doen op het gebied van local content development. Zijn we tevreden? Nee. Ja. Moeten we meer aandacht eraan besteden? Ja. En dat zullen we ook doen in de komende periode. Maar ik ben in elk geval blij om te merken dat heel veel Surinaamse bedrijven niet blijven wachten. En nu al goede zaken doen met de internationale oliebedrijven.